Bedankt dat je kijkt naar deze video. Misschien denk je dat je hiervoor niets hoeft te betalen, maar dat is toch niet zo. Je betaalt voor het bekijken van deze video namelijk met universele valuta. Wat dit precies is, dat wordt zo dadelijk uitgelegd, maar eerst gaan we het hebben over wat als geldig geld wordt beschouwd door de overheden. De hoeveelheid overheidsgeld zoals de euro of de dollar neemt steeds verder toe. Deze monetaire luchtballonnen worden als het ware voortdurend verder opgeblazen. Dit veroorzaakt waardevermindering van dit geld vanwege de inflatie. De term inflatie is afgeleid van het Latijnse woord inflatio, wat expansie of opblazen betekent. Het opblazen van iedere geldballon heeft ook alles te maken met negatief overheidsgeld, oftewel schulden. In feite is dit overheidsgeld, sinds het is ontkoppeld van intrinsieke waarden zoals goud, niets anders dan een sociale constructie. Dit ontkoppelde geld is daardoor uitsluitend gebaseerd op het vertrouwen in de waarde ervan door de gebruikers. Sterker nog, de waarde ervan is direct afhankelijk van dit impliciete vertrouwen. Daalt het vertrouwen in een dergelijke munt, dan gaat de waarde ervan even snel omlaag. Dit kan zelfs leiden tot hyperinflatie van dit fiduciair geld. De aanduiding fiduciair is afgeleid van het Franse woord fiducie, wat we met vertrouwen kunnen vertalen. We kunnen de door mensen bedachte geldsystemen beschouwen als een spel of een oefening. In werkelijkheid dienen deze geldsystemen om ons voor te bereiden op het leren werken met universele valuta. Het uit het Italiaans geleende woord valuta betekent waarde of value in het Engels. De universele waarde waarmee wij levenslang betalen, zonder dat de meesten hier overigens erg in hebben, dat is tijd. Daarom spreken we ook van tijdsbesteding. In principe bepalen wij zelf waar we onze tijd aan spenderen. Soms ervaren we iets achteraf als een enorme tijdsverspilling. We hadden die tijd dan veel liever aan iets anders besteed. Denken we hier dieper over na, dan is onze tijdsbesteding in feite een investering. Daarom zouden we bij alles het beste vooraf dienen na te denken over de te verwachte ROI, als afkorting van return on investment in het Engels, oftewel het rendement op de investering. Het is daarom verstandig om jouw tijd altijd zo bewust mogelijk te spenderen door je telkens tijdig af te vragen wat jij er precies aan over wilt houden. Daartoe stel jij jezelf bij alles de vraag. Wat levert het mij daadwerkelijk op? Is dit jou vooraf niet helemaal duidelijk, is het dan wel jouw kostbare tijd waard? Dus nogmaals, dank je wel dat jij jouw tijd wilt besteden aan het verder bekijken van deze video. In tegenstelling tot fiduciair geld is universele valuta nooit negatief en altijd begrensd. In ons leven bestaat er immers geen negatieve tijd, en ook weten we allemaal dat onze tijd vroeg of laat een keer op zal zijn. Verder heeft universele valuta naast tijd nog een tweede dimensie, namelijk aandacht. Daarom zeggen we ook dat we onze aandacht ergens aan schenken. Bestudeer jij deze video met onverdeelde aandacht, dan zal jouw ROI veel hoger zijn dan wanneer je dit tussen neus en lippen door, dus achterloos, bekijkt. We kunnen beide dimensies als volgt weergeven. Tijd maal aandacht is gelijk aan investering, in universele valuta. De aandacht is in feite de mentale inspanning die we gedurende de besteden tijd toevoegen aan onze investering. Dit kunnen we verduidelijken door sporten als voorbeeld te nemen. Stel dat Frank dagelijks, behalve op zondag, een uur naar de sportschool gaat, maar zich daar nauwelijks inspant. Hij sport vooral voor de gezelligheid. Chantal gaat daarentegen slechts twee maal per week een uur, maar zij spant zich daarbij telkens wel maximaal in. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat Chantal in dit voorbeeld aanzienlijk meer investeert dan Frank, en dus ook een veel hogere ROI mag verwachten, terwijl Frank er toch driemaal maal zoveel tijd aan besteedt. Dit komt omdat de inspanning die Chantal eraan toevoegt meer dan driemaal zoveel is als die van Frank. Vermoedelijk kijk je nu met meer aandacht naar deze video dan in het begin. Daarom word jij hier voor de derde keer bedankt, nu niet alleen voor jouw tijd, maar deze keer ook voor jouw aandacht. Wat gaat het verder bekijken van deze video mij opleveren? Dat wil je nu vast weten. Dit is het antwoord, deze video gaat jou precies vertellen hoe jij het rendement op jouw leven fors kunt gaan verhogen. Dat gezegd hebbende wil je waarschijnlijk ook weten wie degene is die dit beweert. Maar eigenlijk is degene die deze video heeft gemaakt slechts de boodschapper van dit goede nieuws. En doet hij er zelf niet echt toe, althans niet voor jou. Toch is het begrijpelijk dat jij de behoefte hebt om meer van deze boodschapper te willen weten voordat je nog meer gaat investeren door deze video aandachtig te blijven bekijken. Eigenlijk zoek je dan een soort garantie dat jij jouw kostbare tijd niet te grabbel gooit. Daarom komt hier toch maar enige informatie over hem. Zijn naam is Johan Oldenkamp en hij is geboren en getogen in de Nederlanden. Helpt het jou daarbij om te weten dat hij is gepromoveerd aan een gerenommeerde universiteit, behorende bij de beste honderd op deze planeet? Of geeft het jou wellicht meer fiducie in de waarde van deze video in die je weet dat hij in meerdere talen vele tientallen boeken heeft geschreven en al vele honderden video's heeft gemaakt, allemaal over zaken die ook in deze video aan bod gaan komen? De eerste de beste is hij dus zeker niet. Maar uiteindelijk wordt de waarde van deze video niet bepaald door zijn competenties, en uitsluitend door wat het jou brengt. Daarom ronden we deze inleiding hier af om naar de hoofdinhoud van deze video te kunnen gaan. We kennen allemaal het verschil tussen slapen en wakker zijn. Wanneer we lichamelijk in slaap vallen, dan ontspannen onze houdingsspieren zich, verandert onze hersenactiviteit en valt ons bewustzijn van onze omgeving praktisch stil. Zodra we uit deze slaaptoestand ontwaken, dan realiseren we ons dat we daarvoor in slaap waren. Toen we nog sliepen waren we ons daar helemaal niet van bewust. Daarom lijken onze dromen ook zo echt, omdat we ons dan niet bewust zijn van onze slaaptoestand. Nadat we fysiek zijn ontwaakt, verruilen we ons droombewustzijn voor ons waakbewustzijn. Wie echter onvooringenomen de werkelijkheid van het waakbewustzijn durft te gaan onderzoeken, die loopt het risico om gerijmdheden op het spoor te komen. Vaak leidt de eerste ontdekking van iets wat niet in de haak is al snel tot meer. En valt de onpartijdige waarheidszoeker daardoor van de ene verbazing in de andere verbijstering? Sommigen proberen zelfs te zien hoe diep dit metaforische konijnenhol is, om er vervolgens geschokt achter te komen dat deze beerput alleen maar steeds verder vertakt en uitspreidt. Dit alles kunnen we maatschappelijk ontwaken noemen. Mensen die maatschappelijk wakker zijn geworden kijken daardoor met heel andere ogen naar bijvoorbeeld het nieuws, de overheid, overheidsgeld en de zorg. Net als er mensen zijn die moeite hebben met opstaan, en liever nog even willen doorslapen, zo zijn er ook opvallend veel mensen die moeite hebben met maatschappelijk wakker worden. Zij willen blijven geloven in de werkelijkheid zoals zij menen dat deze zou zijn. Iedereen die vervolgens iets beweert wat daar niet mee strookt, die wordt door hen weggezet als een dolgedraaide complotdenker. Op deze manier kunnen zij ongestoord doorgaan met maatschappelijk dromen. Zij besteden veelal ook opvallend veel van hun tijd aan de gangbare actualiteits- en praatprogramma's op de televisie of de radio omdat zij daarin bevestiging vinden door gelijkgestemden die eveneens maatschappelijk nog in dromenland vertoeven. Maatschappelijk wakker worden is bepaald geen pretje, want het is een zeer confronterend proces. Voortdurend zeggen we dan tegen onszelf, zeker in het begin, maar dit kan toch zeker niet waar zijn. Uiteindelijk blijken zelfs de meest verbijsterende zaken dan toch echt de keiharde waarheid te zijn. Er schuilt echter een groot gevaar in het proces van maatschappelijk ontwaken, en dat is dat we worden meegezogen in de negativiteit die we aantreffen in al die beerputten. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat maatschappelijk wakker worden slechts een opmaat is naar iets veel belangrijkers en onvoorstelbaar veel groters, en dat is spiritueel ontwaken. Voordat we dieper ingaan op wat spiritueel ontwaken is, richten we ons eerst op al die mensen die spiritueel dromen. In veel gevallen zijn deze spirituele dromers ook maatschappelijk nog aan het slapen, want zij willen graag dat de wereld alleen maar uit positiviteit bestaat. Hun wereldbeeld is opvallend eenvoudig, positiviteit is goed en negativiteit is slecht. Dit trekken zij dan door naar weerstand is slecht en meebewegen is goed. Go with the flow, zeggen ze dan in het Engels, vrij vertaald, ga maar met de stroom mee. Net als maatschappelijke dromers zoeken ook spirituele dromers, inclusief alle religieuze gelovigen, uitsluitend naar bevestiging voor hun eigen zienswijze. Al deze dromende mensen zijn ziende blind en horende doof, want zij zien en horen alleen maar zoals zij menen dat het zou zijn. Hoe zouden deze dromers dan wakker gemaakt kunnen worden? Veelal werkt het direct wakker willen schudden van zowel maatschappelijke als spirituele dromers juist averechts. Hun verdedigingsmechanisme treedt dan in werking. En veelal keren zij zich dan tegen degene die hen probeert wakker te maken. Deze video is daarom dan ook zeker niet bedoeld om kijkers die maatschappelijk of spiritueel nog slapen wakker te willen maken. Voel jij je aangesproken, stop dan gewoon met kijken, en kom gerust weer terug zodra je beseft dat jij er wel klaar voor bent om spiritueel te gaan ontwaken. Spiritueel wakker worden is vele malen moeilijker dan maatschappelijk ontwaken. Bij maatschappelijk ontwaken liggen de leugens die we blootleggen namelijk buiten onszelf, Terwijl deze ontmaskeringen bij spiritueel ontwaken juist binnenin onszelf plaatsvinden. Daarbij dienen we keer op keer de innerlijke weerstand te overwinnen die we gedurende dit proces ondervinden. Dat is dan ook precies de reden waarom spirituele dromers nooit uit zichzelf kunnen ontwaken, want zij keren zich immers om bij weerstand. Spirituele dromers menen zichzelf te kennen, maar dat wat zij hun zelf noemen, is in feite niets anders dan een droom. De sleutel tot spiritueel ontwaken is waarachtige zelfkennis. Daarom stonden de volgende Griekse woorden gegrift in het voorportaal van de Apollotempel te Delphi, Gnoti Zee Afton, ken u zelf in het Nederlands. In deel 2 van deze video gaan we daar dieper op in. Het belang van waarachtige zelfkennis kan niet worden overschat. Het biedt ons de benodigde ondergrond om daarop ons eigen metaforische huis te bouwen, waarmee ons begrip van de werkelijkheid wordt bedoeld. Zonder waarachtige zelfkennis als fundament is dit als een huis gebouwd op zand. Verstandige mensen bouwen daarentegen hun huis op een rotsvaste fundering. Ongeveer 24 eeuwen geleden heeft Plato in diverse geschriften de woorden van zijn leermeester Socrates opgetekend. Diens meest beroemde uitspraak, mens, ken u zelf, verwijst natuurlijk naar de inscriptie in het voorportaal van de Apollo-tempel te Delphi, zoals getoond in het voorgaande deel van deze video. De goede verstaander heeft echter aan een half woord genoeg, en weet dit vervolgens zelf aan te vullen. Voor de minder goede verstaande wordt hier dan maar de gehele opmerking van Socrates getoond, mens, ken u zelf, opdat u het gehele universum en zelfs God zult kennen. Er is slechts één manier om spiritueel te ontwaken en deze manier vereist waarachtige zelfkennis. Dit proces van spiritueel wakker worden kunnen we verdelen in vijf fasen, zoals hieronder wordt getoond. Maar voordat we naar fase 1 kunnen gaan is voor vrijwel iedereen een voorbereidingsfase nodig, die we hier fase 0 noemen. Tijdens fase 0 brengen we onszelf weer in balans door de beschadigingen die we in de loop der jaren hebben opgelopen weer te herstellen en zo ongedaan te maken. Daarbij wordt bijvoorbeeld ieder trauma geheeld en ook worden dan ongezonde gedachten en gevoelens opgelost. Alleen mensen die psychologisch volkomen gezond zijn kunnen starten met het verwerven van zelfkennis vanaf fase 1. Helaas komt het echter maar al te vaak voor dat iemand toch al met fase 1 is begonnen terwijl er bijvoorbeeld nog steeds één of zelfs meerdere onopgeloste trauma's zijn. In dat geval dient diegene toch echt eerst, weer, terug te gaan naar fase 0. Het doel van fase 1 is het volledig leren doorgronden van de eigen persoonlijkheid. Deze term is afgeleid van het Latijnse woord persona, wat masker betekent. Ons masker bestaat uit tal van typische gedachten- en gevoelspatronen. Op zeer jonge leeftijd hebben we dit masker zelf gemaakt om ons wezen hierachter te verbergen. Deze schil die ons wezen maskeert, dat is dus onze persoonlijkheid. Gewone mensen zijn volledig geïdentificeerd met de eigen persoonlijkheid. Zij menen dat hun wezen en hun persoonlijkheid één en hetzelfde zouden zijn. Anders gezegd, gewone mensen zijn hun persoonlijkheid. Het doel van fase 2 is om te gaan beseffen dat wij een persoonlijkheid hebben, maar dit nadrukkelijk zelf niet zijn. In fase 2 ervaren we steeds duidelijker dat onze persoonlijkheid zich om ons wezen bevindt en derhalve buiten onszelf is. De persoonlijkheid wordt daardoor steeds meer als een afgescheiden persoon ervaren die echter allesbehalve behalve vreemdeling is. Deze overbekende persoon wordt dan onze bediende, waar we naar believen over kunnen beschikken, maar die nooit meer innerlijk meent zelf de baas te zijn. Doordat we onszelf in fase 2 volledig hebben losgemaakt van de verhullende persoonlijkheid omvat onszelf vanaf fase 3 uitsluitend ons wezen. Dit mogen we ook onze natuur of ons karakter noemen. Gewone mensen menen dat de aanduidingen persoonlijkheid en karakter synoniemen zouden zijn, maar dat is een kolossale misvatting. Onze persoonlijkheid hebben we gedurende onze eerste jaren zelf gemaakt, terwijl we destijds al een karakter hadden, want daarmee zijn we namelijk geboren. Het doel van fase 3 is het volledig leren doorgronden van het eigen aangeboren karakter. We kunnen ons karakter aanduiden als ons natuurlijke zelf. Op onze geboortedag is dit natuurlijke zelf geboren, en op onze sterfdag zal dit natuurlijke zelf sterven. Zo werkt de natuur nu eenmaal, want alles wat een begin heeft, dat heeft ook een einde. Religieuze mensen geloven dat hunzelf de fysieke dood zou kunnen overleven, maar in werkelijkheid komen zij na hun overlijden in een droomtoestand terecht. Zij houden zichzelf niet alleen tijdens hun leven voor de gek, maar dus ook erna. Het doel van fase 4 is om te gaan beseffen dat wij een karakter hebben, maar dit nadrukkelijk zelf niet zijn. Dit besef kan alleen maar groeien door bewust tegen onze eigen natuur in te gaan. Alleen door een dergelijk bewust lijden ontstaat er langzaam maar zeker een bewustzijn van onszelf als iets wat al bestond voordat wij in ons huidige lichaam werden geboren. Dit wordt ook wel ons hogere zelf genoemd, wat een begrip is waar spirituele dromers maar wat graag mee aan de haal gaan. Alleen mensen vanaf fase 4 kunnen stukje bij beetje leren los te komen van hun lagere zelf om te ervaren dat hun werkelijke zelf van een veel hogere orde is. Zodra fase 4 is voltooid sterft ons lagere zelf. Daarmee wordt bedoeld dat we ons dan niet langer identificeren met de natuur of het karakter van het fysieke lichaam dat ons momenteel, tijdens ons aardse bestaan, ter beschikking staat. Pas na deze bewuste dood van ons lagere zelf is de innerlijke wederopstanding mogelijk. Vanaf deze spirituele wedergeboorte hebben wij fase 5 bereikt. We zijn ons dan volledig bewust van onszelf als hetgeen dat al bestond voordat onze huidige lichamelijke omhulling werd geboren. Zodra dit fysieke lichaam als geheel stopt met leven en er derhalve geen hersenactiviteit en bloedsomloop meer is, blijft het bewustzijn van ons hogere zelf wel bestaan. Vergeleken met het fysieke lichaam is het hogere zelf minder sterfelijk. Veel mensen menen dat de ziel als ontvangende deel van het hogere zelf onsterfelijk zou zijn, maar in werkelijkheid kunnen we dit beter aanduiden als minder sterfelijk. Door ons zelf steeds verder te ontwikkelen kunnen we vervolgens de mate van onze onsterfelijkheid overeenkomstig laten toenemen. Net als bij de aanduiding van het hogere zelf menen spirituele dromers ook te weten wat de ziel en zelfs wat de geest zou zijn. In werkelijkheid is alles wat zij hierover menen te weten niets anders dan fantasie. En om het nog erger te maken wordt in het gewone taalgebruik ook nog eens de ziel verward met het gevoel en de geest met het denken. Gewone mensen leven daardoor in het land van de verwarring. Gelukkig is er een feilloze benadering ontwikkeld waarmee de zojuist besproken fases systematisch doorlopen kunnen gaan worden. Dit allesomvattende paradigma heeft de Engelstalige naam Holy Science. Wie maatschappelijk is ontwaakt, die heeft ook ontdekt dat wat door gewone mensen wordt aangeduid als wetenschap helemaal niets met onpartijdige waarheidsvinding van doen heeft. Deze universitaire wetenschap is niets anders dan een gemaskeerd geloofssysteem waarin krampachtig aan onwetenschappelijke dogma's wordt vastgehouden. Daarom duiden we dit academische geloof hieraan als scientisme. Met waarachtige wetenschap heeft dit geloofssysteem absoluut niets te maken. Bij scientisme draait alles namelijk om overheidsgeld en worden onderzoeksresultaten in feite gekocht door de financiers. We kunnen dit daarom gerust mentale prostitutie noemen. Wie vervolgens ook spiritueel is ontwaakt, die weet dat wat door gewone mensen wordt aangeduid als spiritualiteit helemaal niet gaat over het systematisch afbellen van het zelf. Alles draait bij populaire spiritualiteit om het krampachtig blijven vasthouden aan het vermeende zelfbeeld door naar believen de gewenste aspecten daarvan te versterken. Dit geloofssysteem kunnen we daarom maar beter aanduiden als fantasisme, want het is in de kern niets anders dan pure fantasie. Met solide spiritualiteit heeft dit geloofssysteem absoluut niets te maken. In werkelijkheid zijn waarachtige wetenschap en solide spiritualiteit twee zijden van dezelfde medaille. Deze twee zijden kunnen helemaal niet van elkaar worden gescheiden, iets wat met het ontstaan van scientisme en fantasisme echter wel is gebeurd. Scientisme is wetenschap zonder spiritualiteit. Het kan het beste worden gekarakteriseerd als een kip zonder kop. Het vult de ontbrekende kop op met geloof in toeval, wat het profaan en zingevingsloos maakt. Fantasisme is spiritualiteit zonder wetenschap. Het laat zich het beste omschrijven als luchtfietserij. Het vult het ontbrekende fundament met fantasie. Wat het ongegrond en willekeurig maakt. Holy Science is de helende hereniging van waarachtige wetenschap en solide spiritualiteit. Deze hereniging zien we heel duidelijk in de zes kerndisciplines van Holy Science. Van onderen naar boven vormen deze zes kerndisciplines een rotsvaste hiërarchie: fysica, of natuurkunde, chemie, of scheikunde, biologie, psychologie, filosofie, of wijsbegeerte, en theologie, of godgeleerdheid. De omhooggaande opeenvolging vanaf fysica onderaan is de wetenschappelijke volgorde, terwijl de neergaande opeenvolging vanaf theologie bovenaan de spirituele volgorde is. Anders gezegd, wetenschap onderzoekt bottom-up en spiritualiteit top-down, maar binnen Holy Science vloeien beide invalshoeken altijd halverwege in elkaar over. Pas wanneer jij het bedrog door zowel scientisme als fantasisme volkomen doorziet, dan pas ben jij klaar voor Holy Science. Het heeft namelijk geen zin om hiermee te starten voordat je er echt klaar voor bent, want dan is de kans groot dat je vroeg of laat toch vastloopt. Ben jij wel klaar voor Holy Science, dan kun je het Holy Science opleidingsprogramma gaan volgen. Ter voorbereiding hierop kun je het beste starten met het bestuderen van de Holy Science videocursus bestaande uit 33 videopresentaties, waardoor je zowel maatschappelijk als spiritueel nog wakkerder kunt gaan worden. Het Holy Science opleidingsprogramma bestaat uit 7 niveaus. 1 Fundament 2 Zelfkennis. 3 Verdieping. 4 Geschiedkunde. 5 Inwijding. 6 Toewijding. 7 Bevrijding. Iedereen kan niveau 1 bestellen, maar je wordt aangeraden om eerst de videocursus als voorbereiding hierop te doen. Niveau 1 wordt afgesloten met een korte meerkeuzetoets. Na deze toets te hebben gehaald kun je niveau 2 bestellen. Daarin leer jij jouzelf beter kennen via 7 gestructureerde zelfkennismethoden die zowel via een videopresentatie als een e-book worden uitgelegd. Bovendien worden er geregeld workshops gehouden, waarbij elk van deze zeven zelfkennismethoden wordt toegepast op iedere deelnemer. Niveau 2 wordt afgesloten met een zelfkennisrapport, waarin de verkregen zelfonderzoeksresultaten worden gepresenteerd en kort toegelicht. Nadat dit zelfkennisrapport is goedgekeurd kan niveau 3 worden besteld. Op deze manier kan telkens naar het volgende opleidingsniveau worden gegaan. Uiterlijk op niveau 7 ervaart iedere Holy Science-student wat spiritueel ontwaken nu precies inhoudt. Voel jij het als jouw roeping om de wereld te gaan verbeteren, zeker nu het daarin eigenlijk telkens slechter lijkt te gaan, begin dan met jezelf en neem vandaag nog contact op. Kijk daartoe. Evenals voor meer informatie over het Holy Science-opleidingsprogramma op holyscience.nl.